volgende bladzijde liep Poe rond. In een kringetje eigenlijk. Met een probleem. Wat loop je te doen, Poe? Ik word gevolgd. Door wie? Dat weet ik nog niet. Ik zie het aan het spoor. Het spoor? Toda la ilusión. Wat is dat voor programma? Ja, tele. Sorry, wil je het zien? Ja. I'll do it. Vos, het denken is maar het velletje op de melk. Ja, dat is het. We leven in één groot circus van zelfgecreëerde illusies. En we zijn er zo heilig in gaan geloven dat we nauwelijks nog kunnen zien dat ze illusies zijn. En kort gezegd, het hele idee dat we een ik zijn, een iemand, is een illusie. Denk ik. Stel, ik zeg tegen je, probeer nu niet aan een wolk te denken. Dat kan niet. Je denkt ogenblikkelijk aan die wolk. Zo gaat het ook met alle ideeën die je hebt over jezelf, over wie en wat je bent. Als ik tegen je zeg, laat al die ideeën los, maak dat doek in je hoofd, helder en leeg. Probeer eens niet een ik, een iemand te zijn. Dat kan ook niet. Op het moment dat je dat probeert, ben je toch weer een iemand die dat probeert. Als we een tafel aanraken, voelen we niet die tafel, maar we voelen onze vinger. En wat daarin gebeurt. We voelen onszelf. En terwijl u naar mij luistert, luistert u niet naar mij, maar naar de trilling in uw eigen oor. We horen ons eigen luisteren. Als we naar buiten kijken, zien we niet wat er buiten is. We kijken naar het beeld in onze hersenen. De wereld bestaat in ons hoofd. En daar komt bij, voor onze ogen is alles mogelijk, maar het zijn onze hersenen die zeggen dat wat we zien niet kan. Ze creëren ideeën over wat we zien, over wat we denken te zien. Maar ze creëren ook ideeën over wat we denken te zijn. De krant wil ik wel inzetten. Waar zijn de ballonnen? Mag ik wat vragen? Ja, u mag best wat vragen. U zei van het televisieprogramma Antenne. Ach, ja, heel bekend. Wat bent u? Student. Ja, ik vraag niet wat u doet, ik vraag wat u bent. Ik denk na over het leven. Ik vraag niet wat u denkt, ik vraag wat u bent. Dat is wel een heel moeilijke vraag, hè? Wat bent u? Een man. Ja, ik vraag niet naar uw geslacht. Ik vraag wat u bent. Aardig. Meneer, mag ik u wat vragen? Ik heb slechts één vraag voor u. Wat bent u? Wat bent u? Een individu. Wat bent u? Ik ben glazenwasser, kan je ook zeggen. Ja, maar ik vraag niet wat u doet. Ja. Ik vraag wat u bent. Ja. Ik ben een individu van deze tijd. Voor de rest zou ik het niet weten. Ja, maar het gaat dus niet om wat u denkt, het gaat erom wat u bent. Nou, eigenlijk een beetje weemoedig. Wat moet ik zeggen, waar ben ik? Ik ben zo, kijk eens hoe u bent. Waar kom ik vandaan, vraag jij niet? Wat bent u? Ik ben mezelf. Toch?